Hey mensen en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Road to Top 100. Het is een tijdje geleden geweest dat ik heb geüpload en dat heeft natuurlijk een aantal redenen. Ten eerste was ik weg met Jong Oranje natuurlijk, anderhalve week. In de tussentijd wel geüpload samen met Yannick Lopez. Toen ik bij hem even kon opnemen, dus dat was natuurlijk even prettig. En vervolgens... ben ik er nu weer. Ik had een druk weekend achter de rug met onder andere mijn wedstrijd tegen Feyenoord. En ik had veel bezoek, dus het was nogal druk en vandaar weinig tijd gehad om op te nemen. Ook weinig tijd gehad om Weekend League te spelen. En vandaar, en mede ook doordat ik niet heel veel zin had om te spelen en meer zin had om gewoon leuke dingen te doen met mijn familie en mijn vriendin, et cetera. Heb ik tot gauw 3 gespeeld. 14-2 ging ik. En ik vond het wel even mooi geweest voor dit weekend. Ik denk dat ik volgend weekend wel weer volle bak ga spelen. We gaan er natuurlijk nog wel alles aan doen om die top 100 een keer te gaan halen dit seizoen. Maar afgelopen weekend was gewoon niet het geschikte moment daarvoor. Vandaag gestopt bij Goud 3. Dus donderdag hebben we Goud 3 rewards voor het eerst dit seizoen. Dat is ook wel eens leuk om mee te maken. Wie weet wat we daaruit kunnen krijgen. En ik praat jullie heel eventjes bij over wat de gang van zaken is de afgelopen tijd. Ik ben vorige week... ben ik even bezig geweest met unlock van de icon swaps. Daar ga ik deze week mee verder. En dan heb ik bijna genoeg. Of althans, ik heb nu al bijna genoeg. Na deze week heb ik baby Rio Ferdinand in mijn team. Die komt centraal achterin te staan. En daar wil ik eigenlijk naast Van Dijk zetten. En dan Alisson op doel. Dat zijn de updates die ik wil gaan doorvoeren. Daarnaast hebben jullie ook nog niet gezien dat ik momenteel mijn eigen speler in mijn team heb. Ik heb mijn 99 Pro Player Card gekregen. Hier gaan we nog een aparte video over maken. Maar ik wilde jullie sowieso even laten weten dat ik mijn Pro Player Card in mijn team heb. Ik zal hem zo eventjes aan jullie laten zien. En vandaag gaan we iets leuks doen. We gaan namelijk de Icon SBC voltooien. We gaan de Baby Icon SBC voltooien. En hopelijk kunnen we een leuke icon daaruit krijgen die we kunnen gebruiken. Kans is niet groot, maar je weet het maar nooit. En ik wil het toch graag een keer proberen. Dus let's go. Ja, en daar zijn we dan bij mijn team momenteel. En dit heb ik een beetje gebruikt afgelopen weekend league. Mijn eigen kaart natuurlijk. Gebruik ik hem als sentiment. Er komt nog een aparte video over. Ik gebruik hem nu als sentiment omdat hij nog wel... Hij heeft geen skills, slecht weak foot. Maar hij is wel in alles redelijk goed. Pasen, dribbelen, snelheid, schieten. Hij kan ook verdedigen en fysiek sterk. Dus prima sentiment. Ik gebruik hem naast Seedorf in 4-4-2. Ik heb Neymar gekocht. Die heb ik gebruikt naast Messi. Maar de vraag is, naast Messi in de spits trouwens, dan Griezmann en Mbappé op de flanken. De vraag is alleen of die blijft. Want ik denk er dus aan om Neymar te gaan verkopen. Maar Hazard te gaan gebruiken, die ik als player pick kreeg uit Goud 1 Rewards. Van het weekend dat ik bij Jong Oranje was. Die gewoon links half te gebruiken, dat scheelt mij 1 miljoen coins. En dan Griezmann als super sub te gaan gebruiken en daarvoor baby Johan Cruijff te gaan halen. Dat is het idee dat ik heb. Mijn centrale duo gaat ook op de schop. Ik ga namelijk baby Rio Ferdinand unlocken. Die komt hier links centraal te staan. En dan wil ik daarnaast eigenlijk Virgil van Dijk gaan kopen. Ik heb namelijk momenteel nog bijna 1,8 miljoen munten over. En ik heb al mijn spelers voor de Icon SBC heb ik ook al gekocht. Dus we hebben meer dan genoeg geld. Ik wil dan Ferdinand met Van Dijk, Alisson op doel. Mbappé wil ik gaan gebruiken als linkshalf. Ik wil... Even kijken, Hazard als linkshalf, Mbappé als rechtshalf, mezelf en Seedorf als centermids en dan Messi en Cruijff voorop. Dat is het idee dat ik heb, maar we gaan natuurlijk de Icon SBC doen. En mochten we daar een goede icon uit krijgen, dan willen we die natuurlijk wel in ons team gaan passen. Laten we daar maar in eerste instantie even heen gaan. Ik heb alle spelers al gekocht. Eens kijken, squad building challenges. Ik heb alle spelers gekocht, dus hij staat helemaal klaar. Ik heb zelfs al... Het 83 team ingeleverd. Dat had ik allemaal in mijn club. Ga ik jullie eerst even deze laten zien. Want dit heb ik ook bijna allemaal. Had ik al in mijn club. Ik heb Ter Stegen uit mijn eigen team gebruikt. Omdat ik toch Alisson ga kopen. Lloris had ik untradable. Vertongen untradable. Jimenez had ik. Parejo untradable. Ruffier zoals je ziet untradable. Immobile en Thiago untradable. Lautaro en Gomez waren wel tradable. Maar had ik al in mijn club. En de Rakitic is eigenlijk de enige die ik hier heb gekocht. Dus deze doen we bijna gratis, deze SBC. Of in ieder geval dit team. Dat betekent dat ik alleen deze twee 86 teams moest kopen. En dat heeft me net ietsjes minder, denk ik, dan 3 ton gekost. Dus al met al heeft het me 3 ton gekost. En dat vind ik het toch wel leuk om te doen. Dus we gaan deze gewoon inleveren.
Ja, dat gaan we doen. Dan hebben we hier een 2 zeldzaam goud spelerspakket. Dat stelt niet veel voor. Dan moet ik eventjes naar mijn transfermarkt. Want volgens mij heb ik daar Loris op staan. Omdat ik die in alle drie de teams ga gebruiken. Ja. Je ziet op de transfermarkt trouwens Dalglish. Die heb ik even gekocht omdat ik die als sentiment even wilde gebruiken. In plaats van Griezmann. Om te kijken of hij als rechtshalf goed was. Maar hij beviel me niet zo heel erg. En ja, ik wilde hem zo snel mogelijk verkopen. Omdat ik bang was dat hij ging dalen in prijs. En ik wil geen coins verliezen. Dus heb ik hem daarvoor meteen weer verkocht. Zodat ik genoeg geld had voor Cruyff. Hier moeten we even Loris aan gaan toevoegen. Ja. En dan hebben we dit team ook klaar. Dat kunnen we ook inleveren. Kijk, hier zie je al. Ik heb UCL Morata had ik in mijn team. Asensio in mijn team. Aranguiz in mijn team. Marquinhos, Kimpembe en Lecomte in mijn team. Pedro Leon. Dus ik heb alleen Lloris, Silva, Busquets en Benzema gehaald. Nou, dat is denk ik samen ongeveer 120k zoiets. Dus laten we zeggen dat die 120k heeft gekost. Nou, dan is het tot nu toe prima. En dan zullen we zo even kijken wat die andere precies heeft gekost. Je ziet ook 2 keer Dumfries staan. Die heb ik hier expres op mijn transferlijst. Ik verwacht, of althans, ik denk dat PSV nog wel doorgaat in de Europa League. En dan zullen die aardig in prijs gaan stijgen. Dus ik heb er even 2 voor de zekerheid. Even kijken wat daarmee gebeurt. En dan kunnen we die misschien nog gaan verkopen met veel winst. Dit is dan het laatste team dat we moeten inleveren. Hier doen we ook Lloris en dan hebben we ook genoeg. Toko Ekambi is een untradable in vorm die ik had. Blind had ik, Tadic had ik. Dan heb ik de rest wel gekocht. Dus laten we zeggen dat dit ongeveer 130k is. Nou, iets meer, 150k. Dan hebben we, denk ik, voor 270k hebben we de hele SBC voltooid. En hebben we, jawel, de standaard icon upgrade voltooid. Dat betekent dat we 1 baby icon gaan krijgen. En ja, dat kan natuurlijk iedereen zijn. Wie het is, weten we niet. Maar we hopen op een goede. De kans is niet groot. Ik ga er niet van uit dat het een goede icon wordt. Maar ja, je moet af en toe een gokje wagen. En dat maakt het ook leuk om SBC's te doen. Dit is in ieder geval een bordenspeler. 2 zeldzame gouden spelerspakket. Dat is altijd ook prima. Dit is een Ziyech, 85. Dat is altijd lekker om in team te hebben. Untradable natuurlijk, maar prima voor SBC. Oh, ze zijn wel tradable zelfs, denk ik. Oh, nou, dat is ook helemaal prima. Dan hebben we die, ik denk dat Ziyech toch wel 6-7k is. Dus dan hebben we toch weer nog wat winst. Dit is geen bordenspeler. Ja, jongens, dus we gaan een, de Icon SBC gaan we voltooien. Ik ben echt super benieuwd. Ik denk, ja, waar hoop ik op? Je hoopt natuurlijk op baby Eusebio, baby Cruyff, baby Dalglish, Pele, Ronaldinho, ja, Ronaldo, R9 natuurlijk. Dat zijn allemaal bizarre spelers. Vieira, Blanc, dat zou allemaal fantastisch zijn. Maar de kans is natuurlijk groot dat je naar Vieri, Inzaghi, dat soort spelers gaat. Ik ben wel een beetje nerveus. Ik hoop heel erg op een goede. Maar de kans is natuurlijk klein. Maar we gaan gewoon. De Icon SBC hebben we voltooid. En we gaan het pakketje openen. Laten we hopen op iets moois. Daar gaan we dan. Baby Icon. Is het een goede die we kunnen gebruiken? Of hebben we hem gewoon voor de spanning gedaan? Dit is natuurlijk een walkout. Het is een Icon. Welke vlag is het dan? Het is Portugees? Nee toch? Nee. Oh mijn god. Oh mijn god. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Ik heb dit op internet gezien, maar dit kan niet. Ik geloofde niet dat het mij dit kon gebeuren. En het gebeurt gewoon. Oh, mijn hart jongens gaat helemaal tekeer. Dit is niet normaal. Oh mijn god. Baby Eusebio. Het is de beste speler die je kan krijgen. Het is de beste. Oh. Het is de beste speler die je kan krijgen. Baby Eusebio is 4,5 miljoen. Ik sta helemaal perplex. Jongens, ik heb vorig jaar 91 Eusebio untradable gepakt. En nu pak ik 89 Eusebio untradable. Het is niet normaal. Ik geloof het gewoon niet. Ik geloof het echt niet. Wat? Jongens, we packen 89 Eusebio, de beste baby icon die je kan packen. Packen we.
Als er nu nog twijfel is wie de pack-koning is, dan weet ik het ook niet meer. Het is ongelofelijk. Het is niet normaal. We packen gewoon de beste speler, denk ik, misschien wel in het spel momenteel. Baby Eusebio, iedereen gebruikt hem in de E-divisie, FUT Champions Cups. En we hebben hem in onze ploeg. Ik ben echt zo blij, jongens. FIFA, oh, wat doet EA me aan? Wat is dit? We packen baby Eusebio, jongens. Het is niet te geloven. En tuurlijk gaat hij in ons team. Oh mijn god. Wat is hier gebeurd? Ja, dan... Ja, dan weet ik nog niet wat ik allemaal ga doen, hoor, in mijn team. Eusebio, oh. Toen ik die Portugese vlag zag, dacht ik van nee, toch. Want je ziet heel vaak CAM, Figo, Deco, Rui Costa. En toen zag ik CA, toen dacht ik, nee, dit kan niet. Er is er maar één, toch? En het is hem echt. Het is hem echt. Het is gewoon Eusebio. Het is ongelofelijk, jongens. Ik heb super veel zin nu om dit weekend weer Weekend League te gaan spelen met Eusebio. Wat een ploeg hebben we nu. Het is echt ongelofelijk wat een geluk we hebben. Dit is denk ik een kans van... Wat is dit voor kans? Volgens mij zijn er iets van 90 icons. Dus daar is het al 1 op 90. En... Waarschijnlijk verkleinen ze de packkans op Eusebio ook nog onwijs. Dus de kans is kleiner dan 1%. En we hebben het gewoon. Het is ongelooflijk. Ik ga ook niet meer, ik ga niet meer zeggen, jongens. We packen baby Eusebio en dit is niet normaal. Jongens, ik sta helemaal perplex. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Het enige wat ik nog wel weet is dat je... Doe even een duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Zodat je bent geabonneerd. We zijn bijna bij 25.000 abonnees. En dan ga ik mijn shirt weggeven. Zodat je ook het belletje hebt ingedrukt, zodat je niks mist van mijn video's. En wat een upgrade hebben we gedaan. We hebben de allerbeste baby icon gepackt die je kan packen, baby Eusebio. Alleen daarom al moet je gewoon een duimpje omhoog doen voor deze video. En jongens, dan zie ik jullie gewoon de volgende keer. Bedankt voor het kijken en adios.